Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 25 juni. Geef God je zorgen en volg je hart. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Een oud gezegde zegt, wees trouw aan jezelf. Het blijft bij tijd en wijle een relevante levensles voor ons allemaal en we zouden er goed aan doen dit vast te houden. Als we afwijken van de koers die ons hart ons ingaf te volgen, dan kunnen we het ons heel moeilijk maken. Nu heb ik het niet over zelfzuchtige verlangens. Ik heb het over het na willen streven van de verlangens die God in jouw hart heeft gelegd. Wat wil je uit het leven halen? Wat geloof je dat Gods wil voor je is? Streef je daarnaar? Sommige mensen hebben zoveel zorgen en zijn zo ongerust dat het hen weerhoudt om stappen te zetten en datgene te volgen wat in hun hart is. Ze hebben besloten dat het buiten hun bereik is. De Bijbel zegt dat we al onze zorgen op God moeten werpen, want Hij zorgt voor ons. Welke zorgen je ook hebt die je ervan weerhouden je hart te volgen, je moet ze aan God geven en Hem ervoor laten zorgen. Laten we samen bidden. Heere God, soms streef ik niet naar wat U in mijn hart heeft gelegd vanwege mijn zorgen. Dus vandaag geef ik ze aan U. Ik weet dat U ze kunt afhandelen. U wilt dat ik vrij ben om mijn hart te volgen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.